nieuws van vorige week in de autobranche is toch wel een terugroepactie van Hyundai. Dan hoor ik mensen denken, oh jee, moet mijn auto terug? Nou ja, wees gerust, het gaat eigenlijk alleen maar over elektrische auto's. Want ja, als je Jordi snel in de uitzending hebt, dan gaat het 9 van de 10 keer over elektrische mobielen. Jordi, goedemorgen. Zo is dat. Goedemorgen, heren. Goedemorgen. Wat is er aan de hand met die Hyundai's? Want het zijn twee modellen, hè? Ja. De twee modellen, de Ioniq en de Kona. En dan alleen de volledig elektrische versie. Want beide modellen heb je ook als hybride en als benzine. Maar het gaat dus om de volledig elektrische Kona en Ioniq. Ja, die kunnen spontaan in de brand vliegen. Oh. Dat is inmiddels 15 keer gebeurd in de afgelopen periode. En dat is reden genoeg voor Hyundai om te zeggen, joh, kom maar terug met die auto's. Ja. Yeah. Wereldwijd gaat het om ongeveer 82.000 auto's. In Nederland, naar schatting, zijn het zo'n 15.000 Kona's en zo'n 4600 Ioniq's die last hebben van dit probleem. Mm-hmm. En die moeten allemaal terug, omdat de LG-batterijen die daarin verwerkt zijn, dus het batterijpakket, zeg maar, die is niet goed. En die gaan ze vervangen. Maar dit soort auto's die worden toch eerst wel getest ook? Ik bedoel, de ID3 van Volkswagen had het ook al. Ja, dan had hij gelukkig geen batterijprobleem, maar die had echt een probleem met software, matig met name. Nee, ja, wat je toch ziet bij dit soort auto's, maar eigenlijk het algemeen wel bij auto's. Kijk, het is over het algemeen natuurlijk nieuwe techniek voor veel fabrikanten die nog misschien te veel vastzitten in het oude fossiele brandstofverhaal. Mm-hmm. Die gaan dan nieuwe dingen produceren. Hier is natuurlijk, dat moeten we ons wel goed realiseren, een stuk minder ervaring mee. Ja. Dan de ervaring die we hebben met fossiele auto's. Ja. Dat is natuurlijk, de eerste fossiele auto's die rijden inmiddels dik 120 jaar rond. In die 120 jaar is dat proces langzaam uitontwikkeld. En gaat eigenlijk, hoewel af en toe nog steeds een terugroepactie is, maar gaat in verhouding relatief weinig mis. Maar je hoort toch wel vaak, die batterij, dat het toch wel... Dat is het gevoelige punt van de elektrische auto's. Ja, maar inderdaad een auto die... Dat is natuurlijk ook een gevoelig punt, laten we wel wezen. Dat is ook het hart van de auto ook, hè? Alles waar een batterij in zit. Ja. Ja, oké, maar goed, als je telefoontje ontploft, kan het natuurlijk ook nare effecten hebben. Maar als je in een auto zit die ontploft, heeft het wel even een andere gevolg. En dat gaat ook heel snel, want je hebt maar een paar seconden de tijd als zo'n ding vlam vat, hè? Precies. Nou, gelukkig ontploffen doen ze gelukkig nog niet. Hè. Ze vliegen in brand en op zich is het nog niet het hele zware probleem gelijk. Maar goed, probleem genoeg om te zorgen dat Hyundai er 800 miljoen euro voor uittrekt om zo'n 10.000 euro per auto om dit probleem op te proberen te gaan lossen. Ja. Dat is een aardig probleem, maar begint dat ook te worden voor de dealers natuurlijk. Want je kunt je voorstellen, even een accupakketje vervangen. Ja, daar heb je als dealer wel even de tijd voor nodig. Ja. Dat duurt wel eventjes. Dus die dealers die maken zich al op voor een aardige klus. Want die krijgen dus die auto's terug. Bij elkaar bijna 20.000 auto's. Ja. 4600 Ioniq's. Maar als mensen nu in paniek raken, Jordi, de importeur neemt zelf contact op, hè, met de klant. Ja. Okay. Goed. Het allerbelangrijkste is, het betreft auto's die voor maart 2020 geproduceerd zijn. Ja. En uiteraard inderdaad gaat de importeur of de dealer gewoon contact opnemen met de persoon die het betreft. Okay. Ja. Dan is er een spannend moment, want we willen namelijk alle onderwerpen even behandelen. We hebben maar beperkte tijd, Jordi. De auto van het jaar. Jij gaat hem nu bekend. Het is al heel lang bekend, maar ik maak het extra spannend. Jij gaat hem nu bekendmaken. De auto van het jaar 2021 is geworden... Ja, niet de Citroën C4, niet de nieuwe Fiat 500, niet de Skoda Octavia of de i3, maar de Fiat Yaris. Nou, fantastisch. Had ik niet verwacht. Ja. Nee, ik ook niet als ik eerlijk ben. Maar goed, het is er wel geworden. De vorige was de Peugeot 208 en daarvoor hadden we de Jaguar I-Pace. Oh ja. De Jaguar I-Pace was wel echt een auto van het jaar, naar mijn idee. Dat was heel mooi. Ja. Toch een revolutionair andere auto. Hè? De eerste volledig EV van Jaguar. Ja. Eigenlijk in no time kwam Jaguar met een alternatief voor Tesla. Als een van de eerste grote fabrikanten. Uh-huh. Dat is wel knap. En de Yaris is eigenlijk, mag ik misschien niet hardop zeggen, ik denk toch op de radio een beetje bij gebrek aan meter. Ja, want dit is eigenlijk zo'n autootje, dat kennen we toch al heel lang. Wat is er nou zo revolutionair of bijzonder aan dit Yarisje? De Yaris is in 2000 ook al een keer de auto van het jaar geworden. Ja, 21 jaar later doen ze het nog een keer. Ja. Ja, wat is er bijzonder aan? Er is op zich in de basis niet zoveel bijzonders aan, als je mij vraagt. Het is een klein stadsautootje met hybride technieken. Het doet niks af aan de kwaliteit van de Yaris. Ik vind dit is een dijk van de auto altijd geweest. Ja, altijd al. Dus het is een prima product. Ja. Maar naar mijn idee is toch het auto van het jaar is een auto die zich op bepaalde punten echt onderscheidt van de rest. Ja. En die het echt anders maakt dan andere auto's. Ja, dat mis ik bij de Yaris wel een klein beetje.
Ja. Maar goed, het is een mooi marketingpunt weer voor Toyota. En misschien gaat dan die autoverkoop eindelijk weer door het dak, hè? Want die daling zet maar door wat betreft de autoverkopen. Ja, het is een beetje open deur. Maar goed, inderdaad, de eerste twee maanden van het jaar toch 23% minder. En zelfs de tweede maand, februari, met 26,3% minder dan vorig jaar, toen we nog geen corona hadden in de eerste twee maanden van het jaar. Dus ja, dat is toch een behoorlijk forse daling. Vorig jaar, de eerste twee maanden, verkochten we bijna 74.000 auto's in Nederland nieuw. En dit jaar ging er maar 57.000 naar een nieuwe eigenaar. Ja, het is toch wel echt fors. Bepaalde merken zie je wel dat die er iets minder last van hebben, omdat die gewoon de auto's in de juiste prijsklasse hebben of net in het juiste segment een nieuw model hebben. Ja. De Ford Fiesta, best verkochte auto van februari. De Kia Picanto op de tweede plek. Toyota Aion op de vierde plek. De Corsa op de vijfde plek. Het zijn echt de kleine autootjes voor de particulier die het nog wel doen. Ja. Waar we natuurlijk traditioneel de Golf en zo hadden. Ja. Ja, die zien we helemaal niet meer terug. We vroegen het ons net ook al af. Waarom hebben wij eigenlijk geen Wuling Hongguang Mini? Ja, hij ziet er toch hartstikke leuk uit. Oh, is dat hem, ja? Is dat, ja. Dit is wel de terreinwagen, mogen we wel zeggen. Dat hoop ik wel, ja. Hij is er ook in gewoon een kleinere versie, zeg maar. Ja. Oh, jeetje. Oh, die heb ik wel eens gezien, ja. Dus een heel klein ding. Het is een soort Kanta. Ja. 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 Jordi, snel. Het is een Kanta waar je dus gewoon de snelweg mee op mag. Ja, jongens, maar laten we even niet te lachen erover doen. Want ze verkopen gewoon dik 40.000 van die dingen per maand in China. Per maand? En daarmee is het per maand. Daarmee is het meestal maanden op rij de best verkochte EV van China. Oh. En ik vroeg me dus af, ja, maar wij zijn toch het EV-land bij uitstek. Waarom hebben wij dan geen, hoe zeg je het? Wuling Lang Mini. Wuling, het is natuurlijk gewoon de Wuling Hongguang Mini. Maar wat kost die? Ja, nou ja, hij kost daar in China kost hij €3.500, een beetje afhankelijk van de uitvoering. Oh. €3.500? Dan is die hier €10.000. Ja, 15.000. Precies, het mooie nieuws wilde ik namelijk net vertellen. Hij komt gewoon naar Europa. Ja. De Letse autofabrikant Dart, die zit in Letland, die gaan dat ding naar Nederland, of tenminste naar Europa halen en proberen daar een type goedkeuring te krijgen voor Nederland ook. Ja. En dan gaat hij heten Freeze Nigrop EV. Oh, dus daar wordt niet heel veel beter van. Maar nee. Ja, en die gaat ongeveer €9.999 kosten, inclusief btw. Maar het is toch ongelooflijk dat je daarvoor €3.500 koopt. In Nederland had je er 3 van kunnen kopen. Dat is meer dan dubbele. Ja. Of in China had je er 3 van kunnen kopen. Ja, die moet ook op de boot en zo, daar moet iemand wat aan verdienen. En zo. Ik denk misschien dat ze nog wel voor de Europese markt ook iets zullen moeten aanpassen om te voldoen aan de eisen die we hier hebben. Ja, ja. Ik vraag me überhaupt af of die door de type goedkeuring komt. Hoor. Hoezo? Stel dat. Hij is niet veilig of zo, verwacht je dat? Nou ja, dat weet ik niet. Kijk, het verhaal is, we hebben natuurlijk vaker van dit soort autootjes. En dan zie je dat wij in Europa toch wat andere eisen stellen aan ook bijvoorbeeld voetgangerveiligheid, maar ook inzittende veiligheid. Ja. Die dingen moeten aan heel veel eisen voldoen. En je ziet vaker dat Chinese merken moeite hebben om daaraan te voldoen. Hè. Maar hoe kan dat nou? Is het zo dat Nederland of Europa dan de mensen extra wil beschermen voor het autoverkeer? En dat je daar dat het in China gewoon mag dat je dan in onze ogen waarschijnlijk in een onveilige auto rond mag rijden? Ja, nou dat is kijk, in China, ik weet niet exact de regels van de typegoedkeuring in China. Maar wij hebben in Nederland verschillende soorten auto's. Hè. Wat jij net al noemt, de Kanta. Ja, dit zou bij ons in de categorie bommobielen vallen waarschijnlijk. Ja, ja, ja. En daar heb je hele andere eisen dan een auto waar je mee gewoon de weg op mag. Want stel dat je dat ding een typegoedkeuring krijgt, ja, dan moet je er snelweg, moet je er gewoon 100 mee gaan rijden. Ja. Ja, ik zie het niet gebeuren. Ik weet niet of je de fotootjes voor je hebt. Maar... Ja, nou, die wieltjes hebben we wel gezien. Ja. Dat is wel heel klein. Beetje daar had Soedo aan denken, hè? Van vroeger die Cuore of wat zo'n dingetje. Ja, precies. Een vierkant dingetje. Ja. En ook vaak de materialen die gebruikt worden. Weet je wel. Hier stellen we veel meer eisen aan veiligheid van bepaalde materialen. Ja. Ja, hebben ze daar dus niet. Ze hebben wel een brede range, zeg maar. Want volgens mij hebben ze wel 8 verschillende types. Oh ja? Ja, nee, hartstikke. Dat is prima voor elkaar. Dus vol verwachting klopt als hard. Ik ben heel benieuwd of we hem straks in Nederland kunnen komen. Oké. Maar ja, 100 km per uur de snelweg zie ik me niet meer rijden. Laat staan 191 km. Oh, dat bruggetje. Je wordt er wel heel goed in, hoor. Ja, mooi. Het kan wel, maar moet je hem wel op de TGV zetten. Ja, inderdaad. Ja. Ja, want in Frankrijk, er is een 88-jarige man geflitst toen hij met 191 km per uur onderweg was naar zijn vaccinatie voor het coronavirus. Ja. Dat was een goede reden. Waarom moest hij dus zo snel zijn? Ja, hij was bang dat het te laat werd. Ja, ja. Te laat was. Ja, dus hij dacht, jong, 110,
ja, ik ben 88, ik heb al die jaren al overleefd. Ja. Het zou mij niet gebeuren, ik moet die kant op. En, ja. Ja, hij reed 191. En was hij op tijd? Hij teruggebracht tot 181. En hij was op tijd. Ja, dus dat alweer wel. Hey, en dat, ik ben gisteren nog eventjes door de wasstraat gereden. Want we hadden natuurlijk last van dat van het Sahara-stof. Sahara-stof. En dan neem ik altijd, ik heb zo'n abonnement. Tenminste, abonnement. Je spaart dan punten. En dan krijg je korting op het duurste wasprogramma. Dus voor een tientje, dan chase ik hem er even lekker doorheen. En dan blinkt hij er weer. Oh, dan is hij weer zo mooi, hè? Ja, is prachtig. Ja, maar toch kun je beter voor het goedkope wasprogramma gaan, nou, althans. Je kunt sowieso natuurlijk het beste altijd gewoon met de hand wassen. Hè? Dat zal iedereen. Ja, maar dat mag bijna nergens meer, hè? Dat mag bijna nergens meer. Maar daar heb je allemaal keurige wasboxen voor, waar dat ook kan. En ja, oké. Okay. Zo oud kunt wassen. Ja. Maar goed, stel dat je dan toch gaat voor de makkelijke manier in de wasstraat. Ja. Dan heeft de ADAC onderzocht, de Duitse zusterorganisatie van de ANWB. Ja. Dat het niet handig is om het duurste programma te nemen. En dan focussen ze zich met name om de bodembereiniging. Ja. Die zal namelijk A, niet nodig zijn. En B, voor met name oudere auto's, schadelijk zijn. Ah. Ja. Er wordt vaak geadviseerd, na die pekel en die zooi, maak de onderkant van je auto even schoon. Ja. Doe dat in de wasstraat, kies het programma bodemreiniging. Maar de ADAC heeft juist, en ik heb het ook wel wat geadviseerd overigens, dus ik denk dat het met z'n allen verkeerd is ingericht. Dat je het juist niet moet doen, want het vocht kan, doordat ze van onderaan met hoge druk die auto's spuiten, kan het vocht op plekken binnendringen waar je het eigenlijk liever niet wil hebben en daarvoor voor problemen zorgen, dus voor roet met name. En juist modernere auto's die zijn aan de onderkant beschermd tegen plastic, waardoor het helemaal overbodig is om die dingen schoon te maken tegen corona. Je ziet sommige mensen ook in die wasboxen wel eens de motorkap omhoog en dan eventjes lekker de motor schoon spuiten. Dat denk ik altijd van dat is niet slim, lijkt me. Nou, als je weet wat je doet, kan het op zich geen kwaad. Oh. Maar inderdaad, als je nou ja, de computer zeg maar, van de auto, die zit meestal ook onder de motorkap. Yeah. Ja, als je daar vocht binnendringt, dan wil je niet weten wat voor schade dat aan kan brengen. Lekker bij de lucht inlaten, eventjes even goed. Ja, ja. Precies. Ja. Ja. Als je niet weet wat je doet, kun je het beter niet doen. Nee. Zo is het. Er zijn natuurlijk poetsers en autowassers die weten wat ze doen. Ja, dan kan het op zich wel. Maar okay. Ik zou het niet aanraden om het zelf te doen.